Welkom bij 42 Actueel, met deze week de volgende onderwerpen. Op 22 januari heeft dirigent Peter Lichthart in het Fletcher Hotel de Korenbeurs met een mooi concert afscheid genomen van zijn koren. Daarmee is een eind gekomen aan een lange periode waarin de achternaam Lichthart verbonden kon worden aan de dirigent van het Malers Mannenkoor en het Vrouwenkoor Amor Musee. Het dirigeerstokje wordt overgenomen door Erik Loze. Joep van Mook uit groep 7 van basisschool Den Duin in Made heeft op woensdag 25 januari de voorleeswedstrijd gewonnen. Joep mag in maart de eer van onze gemeente gaan verdedigen in de provinciale eindronde in Goorle. Hij las voor uit het boek Gozert van schrijver Pieter Koolwijk. Samen met de andere basisschoolkampioenen uit onze gemeente maakte hij er een hele spannende strijd van. De jury bestaande uit wethouder Jurgen Vissers, Take 5 medewerker Colinda Maas en docent van het Dongemond College Monte Simons waren aangenaam verrast door het hoge niveau van alle lezers. De door Take 5 georganiseerde voorleeswedstrijd werd vakkundig gepresenteerd door Marcella Heukels. Marcella verraste iedereen aan het einde nog met twee mooie liederen. Kortom, het was een leuke ochtend in het Dongemond College in Made waar men te gast mocht zijn. In Made worden plannen ontwikkeld voor nieuwbouw van 125 woningen. Dat is goed nieuws voor iedereen die in Made een huis zoekt of naar Made wil verhuizen. De woningbouw zal gaan plaatsvinden in plangebied Made Oost 2. De locatie ligt hemelsbreed niet ver van het centrum van Made. De verwachting is dat deze woningen zeer gewild zullen zijn bij onze eigen inwoners. De geplande woningen worden klimaatadaptief, natuurinclusief en aardgasvrij gebouwd. Volgens wethouder Bakker is het mooi dat er in het plan een grote diversiteit aan woningbouw zit, waarbij vele woningen in het groen komen te staan. Er komen sociale huurwoningen en koopwoningen in diverse prijskategorieën. De huurwoningen worden gebouwd voor woningstichting Woonvizier. De koopwoningen zijn van het type rijwoning en twee onder een kapwoning. Het gebied heeft nu nog een agrarische bestemming, maar dat zal worden gewijzigd naar een bestemming wonen. De gemeente Drimmelen heeft vorige week de grens van 28.000 inwoners bereikt. Dat meldde burgemeester Boy Scholtze dinsdagavond in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis in Made. Wie de 28.000ste inwoner is, is niet bekend. Alle dorpen van de gemeente groeiden in het aantal inwoners. Een ander nieuwsfeit werd ook door de burgemeester aangegeven. In april bestaat onze gemeentenaam Drimmelen, namelijk 25 jaar. In dit jaar wil men dan zeker aandacht aan geven. Inmiddels is ook bekend dat Taniek Hoeve de VVD-fractie in de gemeenteraad gaat leiden. Weer een record in onze gemeente, want zij is daarmee de jongste fractieleider van Nederland. Op 17 maart bestaat Fanfare Concordia uit Hoge Zwaluwe 100 jaar. Daarom staat het hele jaar 2023 in het teken van allerlei festiviteiten en bijzondere concerten. Het feestjaar wordt geopend met een receptie, reunie en feest voor leden, genodigden en oudleden van drumband en fanfare. Dat wordt gehouden op zaterdag 18 maart in gebouw Concordia aan de Raadhuisstraat te Hoge Zwaluwe. De vereniging wil graag zoveel mogelijk leden bereiken. Men vindt het leuk iedereen weer te ontmoeten. Vandaar ook de oproep in 42 Actueel. Voor meer informatie verwijzen we u naar Nelleke Otte. Haar mailadres is nel1997@live.nl. Op dinsdag 17 januari haalde Willeke Alberti muzikale herinneringen op in de Wijngaard. Ruim 200 bewoners en personeelsleden genoten van het meezingfestijn. Willeke nam in 2022 afscheid van het grote publiek, maar met de Willeke Alberti Foundation, die ze in 2001 oprichtten, trekt zij nog steeds door het land om optredens te geven om het welzijn van ouderen, kinderen, minder valide en zieken te bevorderen. Dit maakte Willeke de perfecte partner om deze middag in het zorgcentrum muzikaal vorm te geven. Een familielid van een bewoner heeft het initiatief genomen om Willeke Alberti uit te nodigen om hiermee ook het personeel te bedanken voor de uitstekende zorg die ze aan haar moeder geven. Vrolijk en met persoonlijke aandacht bewoog Willeke Alberti tussen de lange rijen
tafels door en zorgde ze met haar hits en andere Nederlandse evergreens voor een feest van herkenning. Het publiek genoot van koffie en taart en zong en klapte mee met haar hits. Mid-Zuid beheert en onderhoudt de groenvoorzieningen in de gemeente Drimmelen. Samen met de inwoners van de gemeente wordt het leefgebied goed in de gaten gehouden. Is een perk verouderd of groeit het onkruid te hard? Dan kan de inwoner hier een melding van maken bij de groenvoorziening van Mid-Zuid. De melding wordt vervolgens besproken met de melder en de bewoners die in de omgeving wonen. Alleen al in het najaar van 2022 zijn er in totaal 20 meldingen door inwoners ingestuurd en uitgevoerd. Een mooie samenwerking tussen inwoners van de gemeente Drimmelen en Mid-Zuid. Op woensdag 18 januari kwamen de contactpersonen en de coördinator van Alert Drimmelen, afdeling Hoge Zwaluwe en Helkant, bij elkaar. Deze keer waren de huidige wijkagent en de voorzitter van Hoge Zwaluwe voor elkaar ook van de partij. Ongeveer 10 jaar geleden werd de zogenaamde Vliegende Brigade in de gemeente Drimmelen opgericht. Doel was om inwoners van het dorp bij een groot aantal zaken, waaronder ook veiligheid, te betrekken. Omdat, ook toen al, de politie niet overal tegelijk kon zijn, gingen mensen uit het dorp in tweetallen zelf het dorp in om enig toezicht te houden. Het idee extra ogen en oren is hetzelfde gebleven. Maar de werkwijze is, mede door de komst van de mobiele telefoon, veranderd. Iedereen kan zich aanmelden bij Alert Drimmelen. Deelnemers kunnen van huis uit, in het dorp fietsend of wandelend of terwijl men de hond uitlaat, verdachte situaties zien en kunnen dat melden in de WhatsApp-groep waar de deelnemer bij hoort, zodat de andere leden van deze groep ook kunnen uitkijken naar de verdachte personen of situaties. Zo zijn er dan meer ogen en oren, waardoor de veiligheid in de wijk toeneemt. Dit was weer 42 Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere leuke onderwerpen voor u klaar. 42 Actueel wordt op werkdagen om 10:30 en 11:30 ochtends ook uitgezonden op Omroep Drimmelen Radio. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag weer tot volgende week.